Dames en heren, welkom op het Dominicaanse Republiek. En voor alle internationale fans, ook voor de Chinese mensen die nu kijken. Dominicaanse Republiek. Ik ben uitgenodigd door Malibu. Op een prachtige plek om mee te doen aan de Malibu Games. En kijk eens even, dames en heren. En dan hier, mensen. Het moment. Het uitzicht. Baba. Goed, Kara, we zijn er. Malibu Games, laten we lekker beginnen. Woo! Mornings, peoples. Dag 2 op het Dominican Republic. Gisteren zijn we allemaal onderverdeeld in verschillende teams. Wij zitten in team Sunscreeners en met wij bedoel ik Jeroen en ik. Lekker blouse, Jeroentje! Ik heb dus. Ja, come on, man. Hoi, Ten. Dat je daar nog zin in hebt, joh. Dat. Zit er net, joh. Ik make a fucking noise! Ja, ik vind dit is wel echt lachen. Water, het is fucking warm hier, dus ik ben sowieso blij dat we iets met water gaan doen. Het is ongelooflijk, jongens. We hebben ervoor gestreden. We hebben hem kapot. We hebben jaren voor getraind, weet je. Uiteindelijk is het gewoon gelukt en het is gewoon gevolg. Daarachter gaat de game plaatsvinden. We moeten met een katapult. We moeten gaan schieten op die citroenen. En er staan mensen op een platform. Als je die citroen raakt, dan valt iemand in het water. Bam, heb je een punt. Ja, het ziet er weer tof uit, man. Ik ben benieuwd. Let the games begin. Slippery Pyramid. Je moet zo snel mogelijk boven komen en je mag niet op je kanus gaan. Dat mag wel, maar dat is niet de bedoeling. Ja, dat was een geweldige match. En je ziet, ik ga een kop en ik trek dat hele team trek mee naar boven. Weet je wel, jongens als Jeroen, die eigenlijk zelf niet zo atletisch gebouwd zijn en een beetje rare motoriek hebben. Die trek ik dan vanaf boven naar boven. En zo is het voor Jeroen dus ook een keer mogelijk om te winnen. En dat is wel leuk voor hem vooral. Dat hij ook een keer in een winnend team zit. Dus zo ben jij. Zo ben ik.